afgelopen maanden ben ik ontzettend veel mensen aan het helpen. Dit is het licht. Hier komen. Rustig snel. Snel. Oh. Yes. Yes, Leeuwen en Leeuwinnen, we hebben een probleem. De komende maanden gaan wij keihard aan het werk om dit probleem op te lossen in Nederland. Steeds meer mensen weten niet hoe ze met hun geld moeten omgaan en elke maand is hun bankrekening leeg. Wij gaan er wat aan doen en wij hebben een project uitgewerkt hoe we dit gaan realiseren. De afgelopen maanden ben ik ontzettend veel mensen aan het helpen om meer financiële kennis te krijgen om hun geld te investeren. En wat we gewoon hebben gemerkt met de intakes en alles, dat heel veel mensen toch niet de strategie hebben om financieel onafhankelijk te worden. Dus daar gaan wij wat aan doen. De komende maanden gaan we dat uitwerken, gaan we dat filmen. Er gaat ontzettend veel geld in worden gestopt. De band die gaat geprept worden. Ik ga nog even naar Ibiza en we willen zoveel mogelijk mensen hiermee gaan helpen. Dus blijf deze video sowieso afkijken. Welkom bij het Millionaire Stappenplan. Mijn naam is René Kooijman, geboren op 7 augustus 1995. Ik hoop dat je heel veel hebt gehaald hieruit. Succes en ik vink de laatste les af. En dan zit het erop. Ik wens jou heel veel succes en laten we samen naar de top gaan. Laten we samen miljonair worden en dat iedereen het goede leven kan leven. Ciao. Zeg maar, sparen is 50 maanden lang voordat je dit bedrag hebt. Hoe kan ik dit nou in een jaar realiseren? Zo heb ik het ook gedaan met mijn vorige pand en zo doe ik het nu weer met de volgende pand. Ik ga bijna weer een pand kopen. Zo doe ik het precies hetzelfde. Maar je wil dit proces voor je gaan versnellen. Dus dat staat hier ook. Hoe kan je die weg richting die 50k zo snel mogelijk gaan realiseren? Binnen. Ja, zeker. Ja? Kunnen we ruilen, René? Dit is een beetje ruilen. Een grapje licht. Hier begonnen. Nou, ja, maak je gewoon een grapje. Hey. Dat is hetzelfde als dit. Dus geluk is geen strategie. Werk met een strategie en je voorkomt al die verrassingen. Lang leven de crashwerkkoper bij en blijf het systeem aanhouden. Een advies wat nooit fout gaat. Elke maand investeren in plaats van alles in één keer. Op die manier kun je de aandelen tegen een gunstige prijs kopen. De meeste beleggers zijn bang om op een ongunstig moment te komen. Waar we het net over hebben gehad. Als die even naar beneden gaat, dan stoppen de meeste mensen. Wij kopen lekker bij. En zo, dit kan je met deze strategie vermijden. Dus het mooiste van alles is dat je de plank nooit meer mislaat. Je kan altijd blijven kopen. En dat is het lekkerste, dat merken wij nu echt aan de mensen die de geldmachine aan hebben staan. Die kunnen volgende week 28e kunnen ze weer gaan bijkopen. Dat vinden ze helemaal geweldig, omdat ze gewoon weten van elke maand gaat mijn geld aan het werk in plaats van op de bankrekening. Geduld, blijven kopen en verdien geld. Zoals je hier ook ziet, heb ik al een paar keer aangehaald, ben je gewoon zaadjes aan het planten. En dat wordt steeds meer. Op een gegeven moment heb je een boom daarvan gecreëerd en iedereen wil een geldboom toch? Dat is toch een kreet of zo? Ik heb geen geld op mijn rug. Nou, dat kan je wel gaan realiseren als je dit gewoon blijft doen, gedisciplineerd. Dit spelletje blijven herhalen gaat jou na 30 jaar rijker maken dan iedereen om je heen. Gegarandeerd. En ik ken heel veel mensen om me heen die dit niet toepassen. Want dit is echt uniek, hè. Heel weinig mensen die kunnen jou mentoren op dit vlak, over aandelenfondsen. En het was voor mij en René echt precisiewerk om die gasten zien te vinden, maar rijke mensen weten hoe ze creatief moeten denken. En dankzij hun creativiteit kunnen ze meer vastgoedpanden kopen met zo min mogelijk vermogen.
Yes, Leeuw en Leeuwinnen, we zijn aangekomen bij het laatste stukje van de video. De onthulling van de Bentley en de Mercedes, de nieuwe Vrap. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, jongens. Kijk eens even wat een machine, hé. Potverdikke me. Kijk dan, hé. Kijk, en die Mercedes is ook gewoon gevrapt, hè. Kom. Kijk even. Gewoon twee... leeuwenmachines. Ja, is dit even marketing? Kijk dan. Hey, weet je wat het mooiste van alles is? Kijk dit. Kijk die binnenkant, gewoon rood, hè? Moet je kijken, wat een contrast, hè? Dit is echt teringlijf. Sowieso dank jullie wel voor alles. Ik ben hier zo super blij mee en jullie weten hoe ik ben, altijd hard investeren met je centjes. Maar ik moet je eerlijk zeggen, hier word ik echt super gelukkig van. Ik ben super blij met de Bentley, de Mercedes nog steeds, hij staat nog steeds in de winactie. Maar echt wauw, hè. Ik ben echt super blij. Ik kan gewoon zo erg genieten. Weet je wat nog het mooiste van alles is? Check dit. Check dit gewoon, dat embleem ook. Helemaal. Kijk, en helemaal van binnen, hè. Helemaal van binnen, gevrapt. Je hebt ook nog wel eens van die auto's die dan halfje doen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Je moet gewoon spik en span zijn. Dus laat even weten in de comments. Moet hier nog even zin in je dag en staat die aan? Staat de geldmachine aan? Daar ben ik even super benieuwd van, want ik wou dat gaan doen, maar ik denk ik wil even jullie reacties weten. In ieder geval, ik ben super blij, super dankbaar dat ik dit allemaal heb kunnen realiseren. Dankjewel voor alle steun. We gaan samen naar de top. En ik zie je in de volgende video.